create an artificial being has been a dream of man since the birth of science. From really the beginning of the modern age, our forebears astonished the world with the first thinking machines. The artificial being is a reality, a perfect simulacrum. Articulated in limb, articulate in speech, and not lacking in human response. Thank you.
time to space. Thank you.
Montpellier dans le 0-2. Len, Joseph, Rudy à toi, Vise, DG327NL, a déplacé immédiatement avant le temps hier. Un second véhicule français également, une Jaguar noire. Immatriculé à l'est dans le 63, à déplacer immédiatement. Vous avez 15 minutes avant la mise en fourrière, puisque les véhicules sont là depuis plus de 2 heures. Allez, Quillen, c'est ça déjà, le balance en seconde. We'll be right back.
Zich ingeschreven met drie teams. Ja, drie teams van MC Mikola. Van de familie De Klerk dus. Met in het team Mikola 1. Het team nummer 8 is dat. Met het nummer 37 van Mark Boot. Het nummer 55 van Stefan Gagen. En het nummer 81 van Roy Cillian. Met Mikola 2 komen zij aan de start. Met nummer 275 van Donny Schmid. Nummer 292 Jochem Malkiers. Nummer 6 Alain Voermansen. En ze gaan nummer 6 van Marnix Lagroe. En het nummer 83 van Milan Herweg. Dus dat is wel een heel jong team. Denk ik, in deze kledij is dat allemaal niet zo eenvoudig, denk ik. De teammanagers of de mensen die hier aan de motoren staan, ja, dus die mogen niet helpen. Niet helpen bij het starten. Die mogen dus enkel en alleen de machine vasthouden. Die als eerste start, ja, dat moet niet heel. Ook voor u even voor de duidelijkheid, hoe het reglement iets in elkaar steekt. Het reglement zegt het volgende. Het enige dat telt is uw transponder waarmee u heeft ingeschreven. Deze transponder moet in alle tijden op de motor zitten die in het parcours zit. Dus als u uitvalt, die transponder moet zo snel mogelijk terug naar het rennerspark. Hoe u dat doet er niet toe. Met hulp van buitenaf, door uzelf, als die maar terugkomt. Voor de volledigheid, we hebben een minimum tijd of rondetijd ingesteld, zodat u niet denkt van goh, ik val in de eerste bocht en ik steek over en mijn collega die begint vast, scheelt mij een rondje. Dat werkt niet, er staat bij ons een minimum rondetijd in de computer, dus als u voorbij komt, wordt u gewoon niet opgeschreven. Dus bespaar u de moeite voor zulke acties. En daar wisselen je de transponder. Mensen met een blauw bandje en een wit bandje gewoon in het rennerspark en aan. Thank you.